Sergio, je bent gekozen tot man of the match. Wat zegt dat over de wedstrijd? Ja, wat ik al tijdens de wedstrijd ook aanvoelde, dat het spel niet heel goed was. En ja, dan ben ik wel blij dat we wel de punten over de streep trekken. Maar ja, dat is tegen Excelsior en tegen Willem II, de thuiswedstrijden, is dat ook niet zo goed. En we willen ook de supporters natuurlijk vermaken. Dus ja, dat is wel een minpunt dat we dat niet hebben kunnen doen. Maar ja, als je dan slecht speelt en wint, ja, dat doet wel deugd. Maar het blijft wel hangen dat het spel wel beter moet. En, ja. Jullie hebben wel genoeg kansen gehad om het na die 1-0 te beslissen. Ja, we hebben wel wat kansen gehad, maar als die er niet in gaan, ja, dan komt er toch een beetje angst in de ploeg. En, ja, op het laatste gaan we nog lange ballen spelen. En, ja, dan moeten wij eigenlijk ook nog op de counter. Maar daar waren we ook amper gevaarlijk. En, ja, in ieder geval, het stond goed achterin. En, ja, we hebben ze goed tegen kunnen houden. Ja, en op het laatste moment sta jij er. Ik denk de redding in de 70ste minuut op de kans van Erik Valkenburg, dat hij wel heel cruciaal was. Ja, daar sta je voor als doelman. Daar train je elke dag voor. En het is blij dat het lukt. En, voor mij zou hetzelfde geweest zijn als ik geen schot op doel zou en Erik kopte me daarvoor al weg. Of wie het ook was, Johan of Erik. Dan ben ik ook hartstikke blij. Dus ja, het is een teamsport en we moeten het met z'n allen doen. En, dus ja, of ik hem nou tegenhoud of Erik, dat maakt niet uit. We moeten met z'n allen doen. Ja. En jullie houden wel weer de nul, ondanks dat het spel misschien weer niet zo goed was. Is dat wel lekker? Ja, dat is zeker lekker. Kijk, wij maken nu ook eens een vroeg doelpunt. En ja, dan weet je gewoon dat we iets achterover, niet te veel natuurlijk, maar achterover kunnen leunen en op de counter kunnen spelen. Ja, de counter zat er dit keer wat minder in. Maar ja, we hadden wel wat kansen om al de 2-0 eerder te maken. En dan is het gespeeld. Ja. Nou, jullie staan nu zevende. Maar één puntje achter nummer 4 FC Twente. Ondanks dat het spel niet zo goed is, staan jullie er wel goed voor. Ja, dus het kan alleen maar beter. Dus laten we daar hard aan werken en op naar volgende week.